het terrein van de vaargroep Leusden en naast mij staat de heer Van de Vlucht. Meneer Van de Vlucht, kunt u vertellen, wat is de vaargroep Leusden? De vaargroep Leusden is een stelletje enthousiaste mensen van diverse pluimage die zich vinden in het bouwen en het varen van scheepsmodellen. Wie zijn er nou lid van de vaargroep? Iedereen. Iedereen kan lid zijn vanaf een jaar of 12 tot en met ver boven de pensioengerechtigde leeftijd. Is het duur om zo'n hobby te hebben? Deze hobby is niet duur om te hebben. Het is van ongeveer zeg maar een 200-300 gulden eerst aanschaf tot en met enkele duizenden gulden. Maar dan doet men dit al jaren. Kunt u iets laten zien van wat alle bootjes kunnen? U ziet hier nou enkele zeer lichte speedbootjes van de wal af vertrekken. U ziet zeer wendbaar. Vol gas, links, rechtsom. U ziet wel dat er wel een verschil is in snelheid. De kleine speedboot is natuurlijk wel zeer, zeer behendig in het parcours varen. De grotere boot heeft daar enig meer problemen mee, maar is veel meer als een luxueus jacht uitgevoerd. De speedboot kan twee snelheden bereiken. Even moment. Herman, kan jij hem een beetje langzamer laten varen? Je ziet dat hij dus langzamer kan varen. En als hij hem nu gas geeft, dan ziet hij dat hij onmiddellijk die boeg uit het water komt. U ziet ook hier in het water een heel klein havenbootje verschijnen. Dat is een van de goedkoopste klassen die er is. Zeer gemakkelijk te bouwen. Is een klein bouwdoosje met een tweekanaals ontvangertje erin. Zelfs met een brandspuitje erin. Wordt veel tijdens onze demonstratie gebruikt om dus branden te blussen. Wat u nu gaat zien is een van de lawaaiigste delen van onze modelbouwsport. Het is zeer spectaculair wat hier gebeurt. Deze verbrandingsmotoren hebben zeer hoge toerentallen. Ongeveer tot 15.000, 20.000 toeren. Zeer wendbare zijn deze modellen. Ondanks, want ze hebben totaal geen wrijving meer in het water. De bodem is vlak op een paar enkele richeltjes na. Sturen dus niet met een waterroer. Sturen alleen met de roeren achter de motor. U ziet, op een dubbeltje keren. Dit is fantastisch. Dit hebben we zelfs tijdens een andere demonstratie heeft hij dat niet voor elkaar gekregen. Dat is nog nooit gebeurd, ondersteboven. Oké. U ziet dat er toch wel wat assistentie, twee, drie boten gaan toch wel ter assistentie uitvaren. Omdat het toch wel moeilijk is met de wind en de manoeuvreerbaarheid. U ziet een foilloos boot, Duits ontwerp en een brandweerboot, toch wel ter assistentie. Je ziet hier een van de prettigste onderdelen van de modelbouw, vooral van de varende scheepsmodelbouw. Dit gaat geruisloos en kan eindeloos kan je dit volhouden, omdat alleen de apparatuur
om de zeilen te bedienen, dus van accu's voorzien zijn en een roermotor. Voor de rest is er geen enkele andere aandrijf aanwezig in de boot. Het is een echte zeilboot, zit geen schroef onder. En dit is ook een van de goedkoopste onderdelen van het zeilen, van de hele modelbouw. Wat moet je nou doen om lid te kunnen worden van de vaargroep Leusden? Om lid te worden, dan moet je alleen maar een boot hebben, een zender hebben en vreselijk enthousiast zijn om dus bijna elke zondag hier op dit vaarwater te verschijnen.